Het moment dat jullie doorgaan hebben dat ik mag geloven wat ik wil geloven, dat ik het nog kan inkleuren naar het soefisme ook, dat ik daar ook dieper in ga op de meditaties en dat God veel groter maakt, ik nooit iemand pijn zal doen en ik juist heel erg lastig gevallen word. Deze hele groep die mij allemaal kon helpen met mijn erfenis terugkrijgen, achterhalen hoe oud ik echt ben, wie mijn ouders zijn, de hele erfenis wat gestolen is. Maar mensen waren bang voor mijn psychische abilities, toch? Omdat ik uiteindelijk alles ga verraden wat dan bezig is. Mensen wilden mij niet helpen, dus hou ik me daarmee bezig, toch? Ben ik het samen gaan mixen. Wil jullie het overheidsagentje niet zien, omdat die ook heel erg tegen de overheid dingen aan het roepen is. Jullie maar niet doorhebben hoe klein het cirkeltje is. Hoeveel mensen kijken, lezen de artikelen van Fidel? Hoeveel mensen kijken er bij Chris? Hoeveel mensen kijken er bij Inge? Hoeveel mensen kijken er daar en daar? Het zijn allemaal dezelfde mensen. Die worden mooi allemaal bezig gehouden. Ondertussen is het gewoon machtsmisbruik. Echt machtsmisbruik. Hoe meer dit zal stijgen, daarom moet het geremd worden, kaart ik alles aan. Andere mensen die zijn gewoon voor hun eigen spirituele gaven weg aan het rennen. Omdat ze als een dinosaurus in een of ander geloof hangen. En daarom ook niet ondersteunen, omdat ze ook gewoon bang zijn. Niet snappen wat destiny is. Niet snappen dat je godsplan maar beter niet kan tegenwerken. Je gierigheid, de demonen. Mensen die maar niet hun eigen creativiteit dat aan het opbouwen zijn. Maar een remming erop gooien, want hun geloof in God. Hoe dan ook ben jij in God. Je moet juist dingen gaan testen. En dan zie je vanzelf wel welke karma of dharma daaraan hoort. Nou, jezelf tekort doen. Mensen zijn gewoon bang ofzo. Gaat hij weer. Ja, en iedereen die zich dan maar laat misleiden. Allemaal maar denken dat niet snap hoeveel er om me heen gebeurt. En met mijn intuïtie die ik aan het gebruiken ben, dat het misschien slordig met alles wat ik opnoem. Maar jij bent niet de enige die iets binnen moet krijgen. Er zijn er meer wat aan het kijken is. Iedereen pakt zo zijn boodschap als ze hun die boodschap eruit kunnen halen. Ik zit hier echt alleen in mijn huis. Ik word door alles en iedereen, familie en niks ondersteund, zelfs lastig gewerkt. Ik ben niet aan het hacken. Ik heb van sommige mensen geen idee wie of wat jij bent. Maar, mijn intuïtie die is sterk. Ik zie dingen. Denk je dat ik aan het stalken ben of zo? Nee, je wilt niet wakker worden, toch? Ondertussen is het er niet zo moeilijk om uiteindelijk zelf ook bij besef te komen om te zien wie er als een overheidsagentje rat tegelijkertijd tussen jullie ook als een rat alles aan het verpesten is, opstoken, wie een heel eigen overheidsteampie er nog bij hebt om andere mensen weer te beïnvloeden. Gaan andere mensen kijken hoe ze hebben geschobbeld van dan zijn ze spiritueel, dan gaat het weer om de demo. Dan is het spiritueel, moet je niet mee bezig. Dan is het demo wereld, moet je niet mee bezig. Zijn ze zichzelf elke keer aan het verantwoorden voor de dingen die ik zeg? Als ik die dingen niet gezegd had, waren ze niet zo aan het schobbelen hoor. Allemaal maar denken dat ik het kwaad ben ofzo. Dat ik het kwaad bij jullie weg wil houden en jullie eraan vast blijven hangen. Uiteindelijk gaat iedereen zien hoor, de overheidsagentjes. Een tijdje hadden mensen toch ook de Romeo's hoor. Mensen die willen niet hun eigen psychische abilities aanzetten. Bang voor iets of zo, of wat andere mensen van je gaan denken. Je bent gewoon wie jij bent en hoe meer je jezelf bent, hoe minder last je gaat. Ja, eerst ga je meer last krijgen. Maar als het aanstaat. Dat gesprek met die jongen in de supermarkt. Ik weet gewoon wat hij denkt. Of wat hij ervan denkt. Energie voelen, snappen, begrijpen. Het gewoon naar je onderbuikgevoel en vanaf de zenuwen.
Als jij dan wel je zintuigen, je ogen, je oren, met dat geluid wat erbij komt. Andere mensen zijn gewoon jaloers, hè? Gaan ze hatelijk doen, ook uitschakelen. Heel slecht over me praten, doen alsof ik... Struggle zijn mijn kinderjaren. Het is geen struggle, het is allemaal onzin waar die mensen mee bezig zijn. Het zijn allemaal pestkopjes van vroeger. Het gaat allemaal nergens om. Uiteindelijk gaat iedereen zien dat alles wel gebalanceerd wordt. Zodra de juiste mensen opgepakt gaan worden. Ja, internet kon me helpen met al dat gelieg, satanische familie, stelen, erfenis, incest, pedofilie. Nee, jullie wouden allemaal jullie neppe programma en geld verdienen, toch? Jullie mochten van mij geld verdienen. Als jullie ook goed deden. Jullie hebben niet goed naar mij gedaan. En dat tel ik keer 10 dan mee, hè. Zeker om te zien hoe jullie onderdeeltjes hebben bijgedragen aan dit geheel. Allemaal ondersteuning nodig. Niemand kan doen alsof ze in hun eentje waren. Als je elke keer met teams bent en je post 50 likejes halen elke keer. Uiteindelijk ga je allemaal zien dat de overheid allemaal fake, alles van mij kopiëren. En dan ook nog dat hacken en tegenhouden en het teamwork en alles waar ze in zitten. Dat ik alles in mijn eentje doe. Hoe meer mensen mij lastigvallen, hoe sterker ik aan het worden ben. En ja, daar word jij... onrustig van, onzeker van, nog jaloerser, of gewoon bang. Alles wat jullie geprobeerd hebben om dingen te remmen. Al die waarschuwingen, hè? Slecht over me praten, dat slecht over me praten, dat heb je jezelf nou mee in je vingers gesneden. Want die manier van trollen is niet wat ik doe. Ik kaart gewoon aan wat er gebeurt. Er wordt van me gestolen. Iedereen lachen. En daarna nog me belachelijk. Weer iedereen lachen. En niemand heb geluisterd. Omdat mensen zoals een zomer er ook nog tussen doen. Die jullie allemaal geweldig vinden. En dat doet hij. Allemaal mensen gebruiken. Die ergens al hoog in het faam bij anderen staan. En omdat die er omheen hangen. Komt er nog meer omheen hangen. En daarom ben je gewoon medeplichtig aan het zooitje. Dan ga je nog bewust... Sommigen ermee doorrammen ook. Dan ben je gewoon schuldig. Weet je waar je mee bezig bent? Moet hierin uitgeschakeld worden omdat je het overheidsagentje hoog wil houden. En nu zie je dat alles en iedereen langzaam mag verdwijnen, aangepakt wordt. En weet jullie allemaal door wie dat komt? Gewoon een koppel, heksenkoppel. Heks en een alien. Dracadian. Zetten ze nog trollen in, zoals Marijke. Andere heksen, zoals Mita. En anderen die laten zich gebruiken. En zijn de eerste die mogen vallen. Uiteindelijk kom ik overal achter. Kan ik steeds meer inkleuren en heb ik waarschijnlijk alles al ingekleurd. Je bent toch zwaar triest als je iets van tevoren gaat opnemen... om daarna zelf in de chat erbij te gaan zitten... Om bang, want zometeen wordt er iets verkeerds gezegd. En als er een beetje twijfel is, wil je meteen tussen hoe het zit en alles. Al die andere mensen eromheen ook nog kontvingeren. Het is steeds duidelijker hoor. Jullie willen later, hoe langer het doorgaat, hoe duidelijker het wordt. Uiteindelijk ook gewoon familie hè, die niet wil dat ik mijn psychische, dat spirituele ontwikkel. Want dan zie ik al hun geheimen ook nog. En wat haalt hij allemaal naar boven toe? Kan iedereen doen alsof ik gek ben. Hè? Maar dan heb je niet het hele traject meegekeken. Of je bent aan het fokken. Want iedereen moet zien wat jij probeert uit te smeren en te gooien. En zeg ik, uiteindelijk krijg ik alles in iedereen aan. Ook de overheid. En dan kan ik gewoon in persoon kan ik al die mensen aanklagen. Laten zien wie met alles bij elkaar betrokken was. Meedeed aan het cyberpesten. Meedeed aan het gangstalken. Meedeed aan zogenaamd dingen bij mijn bewustzijn willen creëren. En de familiecult die dan wel weer daarop indapt. Hè? Met in parkjes hangen, met busjes wat ze in de straat geparkeerd hebben gezien. Nou wel meer brainfuck met mensen die op mijn pad moeten komen. En proberen binnen te komen.
Uiteindelijk komt alles aan het licht en weet ik gewoon, want alles wat op mijn pad is gestuurd, dat is allemaal zo zwak af. Allemaal, ook dat gouden tandje. Heel simpel. Overal alleen maar vergif. En ik weet dat ze allemaal weten hoe goed ik voor hun was. Hoeveel geld ik. Een goudmijntje. Maar mensen die willen wel blijven hangen, daar al waar je niks krijgt, gebruikt wordt en als opoffering straks gewoon neergegooid wordt. Allemaal gierig voor geld, toch? Uiteindelijk gaat iedereen zien dat waar ik mee bezig ben, nou willen dus die groeien, dat gaat iets brengen. Ik snap dat jullie bang zijn voor wat eraan komt. Ik heb elke keer al gezegd, alles gaat terugkomen. En als je denkt dat het niet kan, dan ben je niet goed. Dan snap je niet dat het keer 10 terugkomt. Hoe meer mensen me tegenwerken, tegenhouden, laten zien dat ze bij het zooitje horen. Ja, hoe meer slechte rikken ik heb. Uiteindelijk zijn jullie allemaal zwak. Allemaal zwak. Geloven jullie zogenaamd niet in dingen waar jullie wel in geloven. Maar alleen maar in geloven. En nog zwak zijn ook. Maar er zit dus een ander kafferpolitietje tussen die aan alle tweede kanten zit. Niet alleen dat overheidswerk de boel en alles kapot maken, maar ook gewoon samen met mijn familie werken en echt mijn destiny willen stelen. En uiteindelijk verjaarden die dingen niet zomaar, hè? Daarom kan ik gewoon zeggen, april 2023. Als ik wist dat ik een paar stapjes over ging slaan. Dan denk ik dat ik wel al had gezegd dat het dit jaar in april zou zijn. Tegelijkertijd heb ik geen idee wat ik ga zeggen wanneer ik wakker word of wat de dag me weer brengt om over te praten. Is het ook een soort van volgeprogrammeerd, geautomatiseerd, wat er dan los moet komen, los mag komen? Zitten er een heleboel symbolen, waarschijnlijk woorden of gedachtegangen. Zodra die komen, dat er dan iets geactiveerd wordt naar een volgend level. Dan zullen er ook weer dingen zijn dat ik me af en toe weer terug moet zetten. Zoals, ik ben die Pandora box, ik zet die tijdmachine aan. Dus een heleboel mensen hebben nu gewoon dit jaar blijkbaar nog nodig om te snappen dat het niet om hun trauma's gaat over een jaar. En dat we dus dit jaar hebben om hun trauma's allemaal te verwerken. Kan je nu alvast voorbereiden hoe het is om zometeen. Nu denkt iedereen nog dat je blij bent, toch? Zometeen ziet iedereen hetzelfde als zoals ze kijken naar een dutroe. En valse overheidsagentjes. Ja, mensen willen het niet horen omdat ze te veel bescherming hebben. Uiteindelijk gewoon één grote acteurgroep. Die jullie verraden alleen maar allemaal jullie zelf. Jaloers doen in plaats van dan samenwerken, zijn jullie tegenovergestelde gaan doen. Allemaal meedraaien aan me voor gek willen klaar op willen laten sluiten of dood willen hebben. Maar ik mezelf van tevoren waarschuwen wanneer er weer iets nieuws gebeurt. Dat zijn weer zenuwdingen. Waar jullie niks van snappen, want jullie zijn nog steeds alles aan het denken en aan het voelen, meteen aan het handelen, in de emoties springen. Te veel nadenken over wat jullie gaan zeggen. Dus de energie naar mij toe geven en daarna gaan jullie praten. Zijn jullie gewoon niet aan het zeggen wat jullie dachten? Klopt niet. Zenuwen. Soort van. Dat komt naar als je je onderbuikgevoelens begrijpt en het dan verder kan brengen.
Dan zijn jullie jezelf helemaal mentaal kapot aan het maken. Alleen maar moeilijker en lastiger voor jullie zelf. Is het echt jullie eigen intenties? Ja, kom naar jullie toe. Want ik kan met alles aantonen dat ik alleen ben en alles het om me heen kwam verraad was. En jullie verraden met jullie eigen teamwork hoe groot dit geheel is. Uiteindelijk gaat er vanzelf wel iets waarschijnlijk boven jullie niveau. Zien we dat alles wat jullie hebben gedaan voor mij is. Ook dan al zien wat ik allemaal aan het doen ben. En dan komen de opties, die komen vanzelf. En zodra dat dan daardoor komt, zien jullie vanzelf wel wat mijn positie is. En mensen moeten niet denken dat ik een blad voor mijn mond neem. Nu kan ik je nog een beetje matsen door namen achterwege te houden, maar als zometeen echt allemaal waar is, dan gaat iedereen zijn naam gewoon komen. Zal ik misschien je achternaam niet mogen noemen of zo? Iedereen gaat weten dat ik het over jou heb. Verzin wel een bijnaampje ook voor iedereen. Allemaal smerig toch? Allemaal zwak ook. Ik weet al zoveel geheimen, uiteindelijk ga ik al jullie geheimen weten. Laat iedereen zien hoe sneaky en hoe misleidend anderen zijn. Ik nog steeds niet heb hoeven liegen. Nog steeds geen dingen hoef te verzinnen. Ik heb dan allemaal boeken daar liggen, maar ik kan net zo goed weer terug naar Noppers brengen, doen we toch niks mee. Al die boeken bij elkaar heb ik misschien één boek gelezen, zo heb ik even erin gebladerd. Hetzelfde is met video's wat ik naar voren toe haal. Het moet ermee te maken hebben en anders niet. Uiteindelijk is het praatje, plaatje, daadje toch? Zo'n praatjes die had ik wel. Vul ik het allemaal aan met plaatjes. Ja, dat weet iedereen ook allemaal na te doen. En dan komen we bij de daadjes en dan weet niemand hoe ze zich moeten gedragen. Allemaal emotioneloze zombies rondlopen. Het leven wat in ze zit, dat hoor je niet eens meer wanneer ze aan het praten zijn. Sommigen zijn steeds meer make-up, dikkere maskers aan het dragen. Dat het zo zwaar is, dat ze steeds meer hun rust nodig hebben. Zijn alleen maar de hele dag aan het huilen als ze alleen zijn. En ondertussen praat ik met niemand over jullie. Zijn jullie wel de hele dag aan het praten waar jullie alleen maar mensen moe van maken? Weer over Ian. Wanneer is de laatste keer dat je Ian hebt gezien, joh? Nou ja, sommige mensen al heel lang niet. Sommige mensen ging ik 20 jaar mee om. En toen ik met niemand 2 maanden sprak en hun vroeg hoe gaat het en ik het negeerde, hadden ze niks meer te vertellen. Zeker niet omdat ik daarna meteen de video's dingen naar voren schoof. Al jullie geheimen leg ik soms allemaal op tafel. Er heb je iets onder tafel verstopt onder een poot, haal ik ook voor je naar boven toe. En werken in een hoerhuis. Ergens niet over willen praten, ergens niet aan willen denken, dan komt het juist bij me. Je bent zelf spirits namen aan het opsturen die bij jou blijven hangen. Daar ben je alles aan het vertellen. Die is jou van alles aan het vertellen. Gewoon een spirit van 300 jaar geleden die jou gaat wijsmaken dat die een incarnatie van jou is. Jouw hele verhalen kan vertellen over wat hij dus toen allemaal heeft meegemaakt. Die jij gaat denken dat jij dat bent. Jij allemaal dat leven ook gaat leiden. Dus zijn leven. Dus je laat je gewoon overnemen door een djinn of door een demon of door een geest. Die neemt jouw lichaam over. Uiteindelijk ben je steeds minder van jouw ego en wilskracht. Geef je het helemaal over.
En door maar met de seks bezig te gaan, al die energieën, kan je hem gewoon... Blijft die djinn, geest, dat blijft bij jou gewoon de baas. Mensen kunnen allemaal dingen naar mij toedraaien, hè, maar... er zijn waarschijnlijk heel veel... Ik ben er veel heen gegaan, maar ik ben wel... In mijn beleving, in ieder geval maagd, niet verdwaald in al die energieën. Maar mijn hele lichaam trilt. Ik maak geluid als een bel. Wij zijn echt die dingen aan het gebeuren. Ik heb echt gewoon met de volle bloedwolfmaan. Dat het bij mijn hart en dat het echt voelt omhoog. Echt wat segetimus en dat straallicht naar mijn keel. En dat al dat kwam en al die trillingen. Wat echt gewoon naar... helemaal naar mijn roet toe ging, allemaal omhoog trilde en dan ik uiteindelijk gewoon... In die witte arena en daarna dan... Daarvoor al die geluiden. De geluiden die ik gewoon centraal heb kunnen brengen, trillen in het lichaam en alles wat ik... En andere mensen met hun goedkope verhaaltjes, hoe ze iets bereikt hebben. En daarna gewoon niet laten zien dat ze het verlichte wezen zijn. Allemaal maar doen alsof ik fake ben of zo. Allemaal lachen, stoer doen. Zelf wel in die lijn meegaan. Omdat je na een tijdje wel door hebt. Hey, dit is wel de lijn waar iedereen in het spirituele en in het geloof de samenhang kan vinden, bij wijze van spreken. Want dat is. Dat is de route. En hoe meer je gaat zien dat ik niet gelogen heb. Mezelf niet als een of andere wc-eend aan het verkopen was. Je gaat naar anderen luisteren. Die zoveel gelogen hebben. Sinds ik mensen hun geheimen ben gaan vertellen. Is alles. Hebben ze wel naar buiten gesloten. Dat overhoren in die wachtkamer. Met ons te beurt hun vragen stellen. Allemaal bang, allemaal maar proberen uit te schakelen. En dat is echt gewoon dat... het Chris, met dat hele groepje eromheen. Alternatieve eenheid en noem maar op. Alles waar ze samen mee hebben gewerkt, leuk mee doen. En uiteindelijk wordt dat allemaal geleid door iemand. En diegene, die is bijna lastiggevallen. En die zit met meerdere beeldschermen. Dus ik ben al bij hem binnen geweest. Tenminste, hij is zelf zit hij daar binnen. Niet met zijn eigen geest, maar met de een of andere spiritje. Dus dat is van mij. Dat heb ik al lang al gevangen. Dat was van mij al voordat het in jouw lichaam kwam. En niet van Ian, hè? Ik moet onderscheid kunnen maken wat ik spreek, wanneer ik spreek. Ondertussen, ja. Jullie willen graag allemaal het spirituele, jullie lezen dingen, zijn het ermee eens. Maar wat doe je echt? Wat ben je echt aan het manifesteren zonder dat je mensen voor de gek aan het houden bent, aan het liegen bent? Manipuleren, mensen geld betalen, mensen drugs geven, mensen hoeren. En hoe langer dit doorgaat, hoe meer we... En meer en meer en meer. En uiteindelijk is die hele cirkel is daar. En dan snappen jullie het overheidsagentje. Wat voor driedubbel werk er bezig is. Iedereen doet of ik gek ben. Ondertussen zijn jullie allemaal dom. Nou, dan ben ik liever af en toe even gek. Als dat ik allemaal domme dingen aan het doen ben. Als je dan ook mijn horoscoop zou zien van wel 21 januari. En dan snap dat ze me wouden laten verdrinken in de illusies. Maar ook bepaalde planeten erbij pakken. En gewoon snap dat ik onderscheid kan maken tussen die illusies. Als je de illusies ziet, dan zie je dat het een overlay is over werkelijkheid, toch? Zodra iemand een masker op doet, zie je dat er iets onder zit, toch?
Je ziet niet dat er, je ziet niet wat eronder zit, maar je weet dat er onder een masker iets zit. Dus zit daar iets. En is het niet het masker wat daaronder probeert te verstoppen? Want dat daaronder is met energie aan het spelen, dus is al verstopt. Extra doorzoeken, maar... Iemand neemt energie aan, wat niet zichzelf is, en zet daarna een masker op. Dus het is heel lastig om te vinden wie diegene is. Maar we komen er wel. En hoe meer jullie bezig zijn met dingen uit op een pad gooien, dingen anderen willen, of dingen doen waardoor anderen gaan denken, die is niet helemaal gek. Nee, kaart ik elke keer aan wat er gebeurt. En hoe langer het doorgaat, ik bedoel 1 plus 1 is 2, toch? 3, we zitten nu al op 12. Ah, rivier. Zon, wolken. Dus elke zon wil je naar buiten en elke wolk wil je naar binnen. Maar ga naar die half uur toe. Hoe langer het duurt dat ik de geheimen weet binnen familie wat gestolen is, wat daar allemaal afspeelt, terwijl ik burger, mensenrechten heb. Alles en iedereen in de gaten gehouden wordt. En daar niks mee gebeurt. Kaart ik het hele soortje aan wat op internet bezig is. Gewoon wat ik de hele tijd al doe. En als je het door hebt, slinger ik nu gewoon van links naar rechts. En ik ben niet aan het slingeren ofzo. Nee, we pakken gewoon jullie. We pakken hun, jullie. En uiteindelijk ziet iedereen dat jullie één soortje zijn. Mensen gaan echt een pensioen verliezen. En je moet niet denken als je bij de politie werkt dat je niet de gevangenis in kan ofzo.